fort van Soerlee is een van de 9 forten die eind 19e eeuw, om precies te zijn tussen 1888 en 1892, werden gebouwd als onderdeel van de vestingwerken van Namen. Er is zowel in de Eerste als in de Tweede Wereldoorlog zwaar gevochten met aan beide zijden veel slachtoffers. Zo werd het fort in 1914 zwaar gebombardeerd in de slag om Namen. Het grootste gedeelte van het enorme gangenstelsel is echter nog steeds intact. En vandaag de dag is het onderdeel van een 4-wheel drive Land Rover parcours. Yo beste kijkers en welkom bij alweer een nieuwe avontuur van Lost Buildings. We zijn vandaag bij een bunkercomplex ergens midden in België. En het is 1883 gebouwd. Ja, best wel oud dus. En het heeft ook gediend in de Tweede Wereldoorlog denk ik. We zullen kijken. Wat voor fort is dit, Paul? Bij mij een oud bunkercomplex uit de Tweede Wereldoorlog. Ja, 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 dus dit is best wel gaaf. Maar er loopt ook een Land Rover, dus een 4-wheel drive route doorheen. Waar we nu ons op bevinden. Wauw, dit is toch wel een heel groot gangenstelsel. Het is wel heel gaaf hoor. Ja. Zoals, ja. Druipsteen. Druipsteen, ja. Kalk. Complex hoor. Wauw. Het is niet zo'n cross-terrein voor de four-wheel drive. Zie, dan komen we bij die hoed omhoog, die eerste waar we van zijn. Oh. Dus dit, eigenlijk is wat dit trein nu gewoon gebruikt door, ja, 4x4 auto's. Ja. Mooi content.
Dit is een heel groot complex mensen. Veel jeugd geweest. Denk het ook wel. Dat te zien. Dikke muren. Het is van kalk gemaakt, niet Paul, dit spul. Nee, beton. Beton. Ja, de bouw is te laag misschien. Beton. Dikke, zware betonnen. Zo, het lijkt me een soort schuilkelderachtig iets. Wacht even, hè? Hoeveel meter gangenstelsel was hier? Op het internet staat hier dat hier 22 kilometer aan gangenstelsel zijn. Als je, wow. En hier, het schijnt ergens dat je hier een trap hebt naar beneden in dit gebouw en dat je dan in een heel groot gangenstelsel komt. Dit is gewoon nog maar de bovenste laag eigenlijk. Oké. Dat gaat nog redelijk glad. Your steps keep me awake. Don't cut me down, throw me out, leave me here to waste. I once was a man with dignity and grace. Now I'm slipping through the cracks of your cold embrace. So please.